maandagmiddag om 2 uur. Culturele dag op Stad aan het Haringvliet. In de Boostraat. Genoeg te beleven. Ook bij de Ark. Kom alle. Kom alle. Dank u wel. Jongens van Gurk! Wat doe je mee? Stop mee! Ja, oké, laten we maar even over wat anders hebben dan over een andere groep. U bent toch zeker wel bekend met onze jeugd die in de observatie vogelhut op het strandje naar de natuur kijkt. Stad zal observeren, die groep, jonge mensen die echt tot midden in de nacht tot 's morgens vroeg de natuur observeren daar, die kent u toch wel? Ja, die natuur niet waar ja, die bedoel je. Dat is mooi, mooi dan die Maaskerzeenheid. Inderdaad, ze hebben een enkele, nou mag ik zeggen, een paar maanden bij de familie Maas gelogeerd, om het zo maar te zeggen. En heeft u er wel eens wat van gehoord? Wat? Heeft u er wel eens wat gehoord dat ze bij de familie Maas logeerden? Ja, ik ben niet daar hoor. Ja, ik heb er al wat van gehoord van de buurvrouwen. Ze zei dat ze bij mij zijn de natuur stond te zeggen. Wat zegt u daar? Ik weet niet of u daar meer weer van weet, gewoon kan niet. Nou, ik kan er geen mededeling over doen, want nu dokter Maas geen officiële functie meer heeft in ons dorp, ja, is de man toch vrij om te doen en te laten wat hij wil. En wat ook, Mark? Wat doet u ook? Ja, kikker. Hoe bedoelt u? Nou, hij is heel erg aan de bloggen. Wat zit hij te doen? De bloggen. Wat doet hij? Bloggen. Kunt u uitleggen wat dat is, want die term ken ik niet. Ja, dat is een soort van rondel op internet. Rondel op internet? Ja, dat maak ik foto's van mensen in het dorp. Maak je foto's van mensen uit het dorp? En die zetten op internet naar een verhaal mee. Maar die moment niet echt niet. Maar ik heb ook gehoord dat u toch hele bijnamen. En ik ben zo net ingefluisterd dat in uw tijd u Roodbosje heette. Daar had je helemaal niks mee te maken, Roman. Nou ja, goed dan. Laten we dat er maar over gaan. U bent vast, denk ik, een keer met de nieuwe. Ook het café, zeg maar. Kennen u het café? Ging u daar wel eens in uw tijd naartoe? Naar wat? Naar het café op de haven. Oh ja, yeah. Engels. En wat deed u daar dan? Nou, ik weet nog dat ik zo aan zitten zeuren dat half neigend op de bar zat. Nee, maar dat is het. Bij de oude peekstok, die kan dat toch nooit goed gevonden hebben? Die oude peekstok niet? Ja, bij de oude peekstok. Peekstok, hè? Ja, peekstok. Dat niet dat. Nee, peekstok. Ja, dat bedoel ik. Oh, die meneer, bedoelt u het? Ja, ja. U was denk ik tot in die tijd wel... Was u verliefd bij de jongens van het dorp? Nou, de heer van Stad, die zou hem niet graag, hoor. En dat door? Het kan schoppen in de broekzak gaan. Het was goed te zijn. Nou, dat... Nou, dat vindt u dat wel? Nou, dat laat het niet weten. Nou, maar die nooit opgelegd. Dat heeft niet opgelegd. Maar zijn vader misschien? Dat was wel zo weten. Nou ja, het café is ook niet meer, dat klopt zo. Er zijn een paar dingen zijn natuurlijk echt. Hoe vindt u eigenlijk dat onze heer W. Maliepaard, voormalig gemeente, ambtenaar van de gemeente Wilhelmina, is gereageerd in stad, dat haar niet weer weg is? Wie zei je hem? Wim Maliepaard. Oh, Wim die Poes bedoel je? Ja, zo noemen ze hem. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik jammer, want ik kan nog na oude rotzooi laten en dan weet ik niet waar ik noem iemand. Aha. En wat vindt u ervan dat hij ook bij dit soort gelegenheden, nogal aardige dingen deed? Omroepen bijvoorbeeld. Dat vind ik jammer, maar ik schreef gewoon in aan de deur. Daar word ik wat van makkelijk van. Maar dat vind ik niet zo van de dik. En die andere verkleed partijen? Ja, maar niet meer zo. Ja, mevrouw, u moet dan meedoen. U moet dan meedoen. Ja. Ja, goed kijken, dames en heren. Kijk, hij valt hem op. En dan. Hij doet water in een... Nou, dit is knap, applaus. Hij doet de water in een... Oh. Het is een beetje warm. Hij doet een beetje water erbij, ja? In de krant, mevrouw. Ja. Mevrouw, u snapt er niet zoveel van, hè? Ja, kijk nou eens wat hij doet. Ja, deze mevrouw moet ook water in de brand doen.
in de kram. Ja, ik pak tegen, pak de beren. Ja, kom maar, doe nou maar mevrouw, gieten. Ja, zet hem maar neer, Petertje. Ja, ja, kijk. Kom in de kram deze mevrouw. Ja, kijk. Nee, doe het niet zo hard lachen meneer. Deze groep zal verslikken. Mevrouw, is met uw water? Dat loopt er een beetje onderuit, mevrouw. U lijkt. Wilt u een tempo? Nee. Ja, die handschoenen zijn veiligheidsvoorschriften. Thank you.